Hallo allemaal. Hallo. Welkom weer bij een nieuwe vlog, nieuwe weekvlog. En het is al eind van de dag of avond, zo 8 uur. En Mink en ik zijn weer op campus, want we gaan bij Southside. Mink wil nog bij Southside eten voordat ze wegging, omdat dit haar allerlaatste keer ever op dit de campus is. Dit is wel echt de allerlaatste. Ja, dit is echt de allerlaatste keer ever. Of in ieder geval voor de komende jaren. Misschien dat we ooit nog een keer terug gaan. Maar we gaan nooit terug. Sowieso. We gaan nooit terug. Robotje. Worden we aangevallen. En nog één. Kijk, worden we weer aangevallen. maar we gaan dus eten bij Southside. En daarna gaan we naar PJ's. En worden weer aangevallen door Robotje. Wow! Die reed ons echt bijna aan. Ik ga daar even een blikje openen. Ja. Maar vandaag niet zo'n bijzondere dag. Ik heb gewoon lekker thuis gewerkt. Mink is teruggekomen uit New York en die heeft het heel leuk gehad. Super, was echt heel leuk. Ja, die heeft het helemaal leuk gehad. Ja. Dus die was om 5:30 was ze bij mij. En daarna zijn we snel gaan klaarmaken en naar campus gegaan. Waar we dus nu lopen. En ga even snel eten en daarna naar PJ's. Laatste keer PJ's voor Mink. Ever. Ja, dat is wel ever, want ik denk niet over als we over 50... Oh, dat is zo kut wat we denken. Ik denk niet als we over 5 of 10 jaar terugkomen dat we nog naar PJ's... Ja, misschien voor de grap. Maar ik denk niet zoals nu, zeg maar. Oh, wat sad. Ja, dus laatste keer PJ's. Ik ga je wel even filmen. In de PJ's. In de PJ's. Ja. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag. En het is alweer eind van de dag. Het is al 6 uur inmiddels. Hoe laat is het? Bijna 6:30. Oh, 6:30 al. Ja. Maar we vonden niet meer een bijzondere dag gehad. Ik heb gewerkt. Mink heeft aan de motivatiebrief geschreven voor de master. En nu hebben we net even boodschap gedaan. Even naar Lidl gelopen. En nu hebben we daarvoor even een ijskoffie gehaald. En nu lopen we naar de Amazon Fresh om nog even wat spulletjes te halen. En dan gaan we lekker een relax avondje doen. Ja. Lekker chillen en een leuk weekend voor de boeg. Want morgen... Weekend is gewoon Het voelt echt als zo. Morgen gaan we hiken. Hebben we heel veel zin in. Dan hebben we daarna een soort mini festival achter. Maar bij een park vlak bij mij. Is een soort cherry blossom festival iets. Niet festival als in... Gewoon het is gewoon laid back. Inderdaad, er zijn activiteiten. Er is muziek. En dus dat gaan we even na het hiken gewoon even... Kijken of het wat is. En dan gaan we s'avonds uit. Morgenavond. En dan hebben we zondag. Hebben we net tickets voor baseball geboekt. Hebben we uiteindelijk nu voor. Wat waren we kwijt? Iets onder de 19 of 18 dollar pp. Ja, per persoon. Dus hebben echt heel netjes. Ja, ik wou het zeggen. Dus voor nog geen $20 hebben we tickets voor baseball. Dus dat zijn leuke prijzen. Ja. Zit wel helemaal over in. Maar ja, dat is prima. Ja. En ja... Als in, het is niet dat we, het is gewoon niet weer. Verrekijkertje mee. Ja. Maar nee, wel leuk om nog even naar een baseballwedstrijd te gaan, zo onverwacht. En, ja, en dan, ja, maandag vliegt het alweer terug. Ja, echt zo. Zit het alweer op? Het ging, ik zei tegen je, het ging zo snel voorbij. Niet maar ik heb dus ook weer, als ik nadenk over de dag dat ik aankwam, voelt het alweer zo lang geleden. Het, het voelt heel raar. Het is heel raar, ja. Het is heel lang geleden. Dat je, zeg maar, het voelt misschien als je heel lang bent. Ja. Maar ook, het is echt ook alsnog voorbij gevlogen. Ja, heel erg. Ja, we gaan gewoon lekker. Maar nee, dus een leuk weekend voor de boeg. Ik heb er zin in. Ja. En het wordt ook heel mooi weer vanaf morgen. Morgen wel een beetje regen. Nee, morgen wordt het bewolkt, maar 25 graden. Heel benauwd op het hiken. Ja, dat denk ik ook al. En dan wordt het zondag wordt het 15 graden met zon. Dus het is zeg maar tegenovergestelde. Dus ik denk dat het een beetje hetzelfde aanvoelt bij de dagen. En dan die week erna, als jij weg bent, wordt het volgens mij die woensdag wordt het 28 graden, zag ik net. Dus dat is echt ziek. Zo warm. Ja. En maandag heb ik media day met hockey, dus daar heb ik ook zin in. Media day, dat je die foto's shoot. Dan heb je dus, wij zouden hem eerder hebben, maar we zijn een beetje laat nu. Maar dan maak je dus, dan worden er dus foto's van je gemaakt voor je, ik weet niet waarvoor het is, maar
in ieder geval voor mij is het voor leuk om te hebben. Daniel toch ook? Maar ja, Daniel had het ook. Maar Daniel had het al gewoon haar semester. Maar ik weet niet waar een postulaat is. Ja. Maar nee, dus dat is best wel leuk dat je van die hoekiefoto's hebt. Van die portretfoto's zijn het. In je hoekie outfit. Dus daar heb ik ook zin in. Dus het wordt leuke dagen. En lekker weer. Dus dat willen we. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En wij zouden gaan hiken zoals we gisteren zeiden. Ja. Moet hier oosteken. Ja, de plannen zijn veranderd. Oh, kijk. Nee, megabus. De plannen zijn veranderd. Want zoals je ziet, weet het niet, maar het is slecht weer. Het is wel gewoon 18 graden. Maar het regent en vanmiddag gaat het soort van stormen. Keihard, echt keihard waaien. Dat ook, ik had het even op 65 miles per hour. En dat is 110 km per uur. Windstoot van 10 km per uur. En zeg maar, we hadden dus ook een festival. Die is ook afgelast vanwege de wind die gaat komen. En ik ging even op Google zoeken weer vandaag, zeg maar. En daar stond ook, kreeg ik ook meteen allemaal van die waarschuwingen van dat het hoge risico is voor omvallende bomen en alles. Dus toen dachten we, nou, lijkt ons niet heel slim om te gaan hiken. Nee, dat was gewoon niet slim. Nee, niet heel safe. Veilig. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Dus nu gaan we naar een museum. Dus we gaan nu eerst kijken of we naar American Holocaust Museum kunnen. Volgens mij is dat hier. Dat is hier ja, dus daar willen we eerst naartoe. En we willen nog naar American History Museum. Want het regent ook nog een beetje en die museums hier zijn toch gratis. Dus we kunnen gewoon even kijken of het wat is en anders gaan we naar een ander. Maar we zijn hier gewoon in DC, dus we vermaken ons wel gelukkig. Ja. Dus dat komt goed. En morgen hebben we wel nog baseball op de planning staan, dus we kunnen ook niet morgen hiken. Want, dus dat is wel jammer. Ja. Maar het is niet anders. Wij zijn net uit het Holocaust Museum. Het was interessant. Druk. Maar kijk wat we nu hebben. Tickets voor Witte Huis Spring Garden Tour. Dus daar gaan we nu voor in de rij staan. Handtekening staat erop, zie je. Dus daar staan we nu voor in de rij. Mega rij, maar we staan wel om 3 uur hebben mogen we naar binnen, zeg maar. En we staan echt vooraan bij de 3 uur rij, dus dat is chill. En je komt echt super dicht bij dit huis. Dus voor mij is het echt heel leuk. En we hebben nog geluk met het weer. En het weer, ja, het weer is inderdaad helemaal opgeklaard. Het schijnt nu gewoon zon en ik heb een topje alleen. Waarom nog storm? Weet ik niet. Het zou om 2 uur mooi zijn. Ik zal zo eens kijken. Maar ja, ik heb er zin in. Ik vind het echt wel leuk. Ik kom echt super dichtbij, heb ik gezien. Dus ik ga even goed filmen. Dan lopen we er nu naartoe. Ik ben benieuwd hoe dichtbij we komen. Maar volgens mij wel dichtbij. Dus ik heb er wel zin in. Niet de pijn van het dat we niet kunnen hiken een beetje verzachten dit. Vind ik. Zo onverwachts. Wij staan nu voor het Witte Huis. Kijk, wacht, ik ben even van beneden. Kijk hoe dichtbij we zijn. Ik vind het echt bizar. Dichtbij. Ja, het is wel echt heel dichtbij. Ja, echt wel. Leuk muziekje. Thank you.
Goedemiddag, het is vandaag zondag en wij gaan naar een baseballwedstrijd. En we zijn nu bij het stadion. Zo lopen we naartoe. Zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Kijk, het ziet echt leuk uit hier. Een beetje saai. Ja, maar ik kon er mee te maken. Precies. Ik wist wel dat het saai zou zijn. Als in de vorige keer had ik dat ook. Dus het was een soort van bevestiging dat het hoort bij de sport of zo. Kijk, weet dat er niet. Ze sloeg gewoon heel vaak mis. Ja. Of gewoon niet. Maar ja, volgens mij is dat ook de truc dat die gooier, die pitcher, dat heel hard doet waardoor dat gebeurt. Maar ze hebben wel gewonnen. En het is echt lekker weer. Echt een heel chill weer. Ja, ze zitten even lekker buiten. Miet heeft het ijsje gehaald. En het was een leuk stukje. Ik zal het laten zien. Een soort haventje is het of zo. Hoe noem je dit? Ja, haventje. Dat is wel leuk. Kijk, daar heb je allemaal nog restaurantjes. En daar kan je zitten. Goedemiddag. Het is vandaag maandag. En ik loop nu naar de metro, want... Ik ben onderweg naar de boekentraining en we gaan Media Day. Dus we hebben een fotoshoot met individueel volgens mij en met team en zo. Ik weet niet, gaan zien. En ik heb vandaag thuis gewerkt. En Mink is om 12 uur vertrokken naar het vliegveld om weer naar huis te vliegen vandaag. Dus best is vandaag weer alleen. Het is voorbij gevlogen, echt niet normaal hoe snel het gaat. En nu heb ik nog twee dingen waar ik naar uit te kijken. Het hockeytoernooi. Wat over 2 weken is en dat zijn. Dus echt, het gaat zo snel voorbij. Als ik zie hoe snel Minke haar 2 weken voorbij gingen, dan is het echt zo van dat ik thuis ben. Echt bizar. Maar ja, nu onderweg naar hockey. Het is echt best wel warm. Ik heb een trui aan en een lange broek. Maar het is eigenlijk te warm. Want ik heb bloed heet. En het wordt ook alleen maar warmer. Want het wordt morgen bijna 30 graden. En woensdag en donderdag ook. Dus dat wordt... chill. Dus ik hoop dat ik morgen met blote benen naar wel kan. Weer met een jurkje. Daar heb ik wel weer zin in om de zomerkleding aan te trekken. Het is nu ook iets van 25 graden of zo. Dus dat is echt heerlijk. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik loop nu naar de metro toe om naar kantoor te gaan. En het wordt vandaag echt ziek lekker weer. Het wordt vandaag zo'n 28 graden. En sowieso best de komende dagen. Dus dat is chill. Ik vond nu ook al dat het best wel warm is. Of het begint warm te worden. Dat is zo chill aan hier. Het is hier gewoon... Ik heb echt weinig kou hier meegemaakt. Het is echt... Sowieso tot en met november had ik volgens mij nog kort aan. Niet altijd, maar wel de meeste van dagen. Nou, dan... Een deel van november niet, december niet, januari niet. Nou, januari was het trouwens ook al wat warme dagen al. Februari was je al wat warme dagen en dan nu maart ook wat al. Maar het is en het regent hier nog, dus dat is ook echt een voordeel. Dat het gewoon, als het koud is, dan regent het niet en dat maakt de kou al iets minder erg. Dus het weer hier is zo chill. Het is dus nu al, deze week wordt het dus gewoon al 30 graden. Dus dat is echt heel chill.
Maar ja, ik zit wel een hele dag binnen. Misschien dat, dat we buiten kunnen werken op het dakterras. Dus ik hoop dat we dat kunnen doen. Nog even van het lekkere weer te kunnen genieten. Ik sta in de gym en ik heb ook al gegymd. Je ziet mijn hoofd, wacht, misschien zie je hier beter. Lekker rood. Maar ik heb vandaag ook best een lange tijd buiten gewerkt. Dus ik ben ook wel een beetje gekleurd. Wacht, ik kan mijn armen misschien een beetje laten zien. Maar dat is een beetje misgaan. Hier denk je nog valt mee, maar zie je het? Wacht. Maar het is niet, ja, het ziet er wel, het is ook niet warm of zo. Dus het is roder dan dat het... het lijkt heel erg verbrand, maar het is dus niet echt verbrand, want het doet geen pijn. En het is ook niet warm. Dus ik denk dat het morgen gewoon weg is. Ik denk dat het vandaag even goed op de Instagram bodylotion. En dan is het weg. Maar ik had zag dat de UV-index was vandaag 7. Wat volgens mij best wel hoog is voor de lente. En we zaten op het dakterras van mijn kantoor, want daar kon je buiten werken. In de zon zat ik en ik denk dat ik ruim... Nou, niet achter elkaar. Ik denk dat ik er... Eerst een half uurtje heb gezeten, toen we hadden een meeting. Daar heb ik een half uurtje gezeten, toen weer even in de schaduw, omdat het echt te warm was. Toen nog een kwartiertje in de zon gezeten. Dus het valt dus mee hoe lang ik heb gezeten in de zon. Maar, dus ik ga morgen, want morgen denk ik wel weer buiten werk. Ga ik even mijn armen insmeren voordat ik naar werk ga. Met zonder hand en mijn gezicht heb ik wel gesmeerd. En ik weet niet of die rood is. Ik deed dat gewoon bij. Dus hij is echt gekleurd en rood van het sporten. Maar ik heb dus nu al gedoucht en tijdens, het was wel leuk, want ik was bijna klaar met mijn workout. En toen belde Sophie, een vriendje van mij. En dus het einde van mijn workout, laatste kwartiertje, terwijl ik op de loopband stond te rennen, waren we ook aan het kletsen ondertussen. Want ik doe intervaltraining. Dus dan is het 3 minuten lopen, 4 minuten voluit rennen. En was ik ook ondertussen met haar aan het praten. Dus, maar in principe zeg maar, het irritante is dat ik door mijn botvliesontsteking... dat houdt mij meer tegen dan dat ik echt buiten adem ben, want ik ben niet per se buiten adem. Ik heb nu ook geen last van longen, maar ik heb wel chill even een uur lang iets wat geen kunnen doen. En voor ruim een uur met uitloop zeg maar erbij, een uur, 5 kwartier in totaal. Dus dat is chill en nu ga ik naar huis en ga ik eten maken. Ook zal mijn outfit even laten zien, dit had ik vandaag aan. Alles in mijn nude kleuren. En ik denk ook morgen, want morgen wordt het, was vandaag dus 28 graden. Morgen wordt het 30 graden. Ik dacht daarna weer 27 graden, dus 28 graden. En ik zag volgende week weer. Bij een tussendoor blijft het rond de 20, dus ook best prima, volop zon. Dus dat is best prima weer. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik loop nu naar werk en ik heb blote benen. Net een jurkje en een blazer. Het is echt wel heerlijk weer. En het wordt vandaag 31 graden. Het is echt ziek warm. Dus ik hoop dat we vandaag weer buiten kunnen werken. En ik heb dit keer heb ik even mijn armen even de zon erop ingesmeerd. Mijn werk zit er alweer op. Het is 4:30 en ik ben nu onderweg naar de campus. Want ik heb weer training. En het is echt bloedheet. Het is echt tegen de 30 graden aan. En hier staan ze weer wat op te nemen. Maar het is echt tegen de 30 graden. En kijk, ik heb... Het is echt bloedheet. Kijk, ik weet niet waar ze zit. Als het is op te nemen. Het is ook best... Nou, het is, weet je of het benauwd? Ja, het is niet per se benauwd. Maar ik heb weer de grote van de dag lekker buiten gewerkt. Op het dakterras. Met mijn collega. Dus dat is chill. Alleen wou op een gegeven moment wel in de schaduw gaan zitten. Omdat het gewoon te warm was. Ik ben de vlog van vorige week vergeten af te sluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot volgende week. Doei!